Vleermuizen zijn geen vogels en het zijn ook geen vliegende muizen. Ze vormen de enige zoogdieren die echt kunnen vliegen. Er zijn wereldwijd meer dan 1000 vleermuizensoorten, waarvan er op dit moment 17 of misschien 18 soorten in Nederland voorkomen. Vleermuizen hebben een bijzondere jaarcyclus. In de herfst lokken mannetjes met luid geroep vrouwtjes naar hun verblijfplaats om met ze te paren. Het vrouwtje is dan nog niet meteen zwanger, want ze slaat het zaad op in een speciale klier tot na de winterslaap. Vanaf oktober vullen vleermuizen hun vetreserves aan en gaan ze op zoek naar hun winterverblijven. Van november tot maart gaan vleermuizen in winterslaap. Tussen april en mei ontwaken vleermuizen en vliegen ze terug naar de gebieden waar ze de zomer doorbrengen. In de zomer wordt de eicel van het vrouwtje bevrucht door de opgeslagen zaadcellen. De vrouwtjes kruipen bijeen in kraamkolonies om de jongen te werpen en groot te brengen. Vleermuizen zijn afhankelijk van verschillende soorten verblijfplaatsen waar ze per seizoen gebruik van maken. Vleermuizen kijken met hun oren. Dat doen ze door hele hoge, voor ons onhoorbare tonen de lucht in te zenden. En aan de hand van de echo's weten ze insecten op te sporen en obstakels te ontwijken. Om in leven te blijven moeten vleermuizen elke nacht tot de helft van hun lichaamsgewicht aan insecten vangen. Op een warme avond kan een vleermuis wel 3000 muggen, motjes en kevers uit de lucht plukken. Vleermuizen zijn ongevaarlijk en nuttig. Ze kunnen zelf geen nest maken en zijn afhankelijk van al bestaande kieren en gaten om in weg te kruipen. Je kan ze helpen door een vleermuizenkast op te hangen. Hoe je dat precies doet, vind je op zoogdiervereniging.nl/vleermuizen.